Aan tafel Elise Barends. Berends. Die heeft lang blond haar. En Zippy de Wolf, die heeft lang donker haar. En jullie zijn allebei gek van musicals. Jazeker. Elise, vertel jij eerst eventjes namens welke organisatie je hier zit. Wij zitten allebei op het Nationaal Jeugd Musical Theater. Ik geef daar les. Tippy is leerling. Ja. En ja, daar doen we ook elk jaar een nationale tour mee. Doet Zip ook wel eens mee. Afgelopen jaar had ze daar geen tijd voor, want toen heeft ze in Fuchsia, gespeeld in het Dolfje Weerwolfje. Maar ze zit in Dolfje Weerwolfje? Ja. Ja. Te gek zeg, ja. Er zitten een heleboel lessen bij ons. En omdat wij de kinderen vertegenwoordigen, dacht ik neem een kind mee. Zeg, en Zippy, wat is zij voor lerares, voor docent? Nou, ik vind haar een geweldige docent. Want? Ze is altijd positief en ik vind dat je altijd vrijheid geeft aan ons. Ook om zeg maar een beetje je eigen wil erin te geven en daarna nog wat tips te krijgen om een beetje aansturing te krijgen, maar dat je ook veel zelf kan doen. Oh, wat leuk. En Elise, wat is het talent van Zippy? Oh, ik denk dat Zip hele bijzondere dingen gaat doen. Zip is ook een maker. Het is ook niet zozeer, ik neem haar ook mee omdat ze gewoon een eigen mening heeft. Het is een echt van, ik ken haar al heel lang, zit al 4 jaar bij mij op les of zo. En ze heeft altijd gewoon haar hele eigen weg bewandeld, eigenlijk wat ze ook zelf zegt. En ze heeft overal een mening over. En zij kan bijvoorbeeld echt wel regisseren en schrijven en zo. Dus ze is een heel af, interessant mens. Oh, wow, ja. Daar gaan we nog heel veel ja, van Ja, ik denk horen. Het ook. Dus ik ben benieuwd. Zippy, kan ik later zeggen, van die heb ik gewoon ja, nog toen ze 12 was aan tafel gehad. Ja. Hey, Zippy, wat is, waarom hou jij zo van theater, musical, dingen maken? Nou, ik vind het eerst gewoon superleuk. En ik vind dus dat als je iemand anders bent, dat je dan even gewoon iemand anders kan zijn. Als je op het theater staat, dan ben je gewoon even iemand anders. En dan kan je gewoon doen wat je wil. En mensen letten helemaal niet op wie jij bent, maar op wat de rol is. Je zeg speelt. Maar. Ja. En wat voor iemand vind je leuk om te spelen? Nou, ik vind het vooral heel leuk om iemand heel vrolijk te spelen met heel veel energie. Dat vind ik superleuk. Volgens mij ben je dat in het echt ook. Ja, hoop ik. Ja, waarschijnlijk lijk je toch ook wel op degene die je heel graag speelt, hè? Ja. Ja. En wat hebben jullie nou meegemaakt in deze coronatijd? Wat is er met jullie gebeurd? Nou, wij zijn wel doorgegaan met lesgeven online. Online? Ja, ja. Dus zijn we niet gestopt. We zijn meteen doorgegaan. Online is wel anders, hè? Ja. Ja, wel anders, maar het is natuurlijk wel fijn dat het alsnog doorgaat. Ja, het is gewoon zo dat het online is. Ja. Vroeger was dat er helemaal niet. Nee, precies. Dus nee, dat kan dan wel. Het is al geweldig dat dat nu kan. Ja. Maar dat je toch een beetje contact houdt, want dat merk ik vooral. Het is, kijk, kinderen zoals Zip, die in de academie zitten bij ons, die zijn heel serieus en die willen ook echt aan techniek werken enzovoort. Maar voor heel veel kinderen binnen het jeugdtheater is het ook vooral een sociaal, een sociale plek. Ja. Lekker waar keten, ze inderdaad leuk. Ook gewoon een ander even kunnen zijn, waar ze kunnen ontsnappen, waar ze gevoelens kwijt kunnen die misschien ergens anders niet zoveel ruimte krijgen. En ook een plek, vind ik, daar hadden we het in de auto even over, waar kinderen die misschien ergens anders niet de allerpopulairste van school zijn, juist heel erg in hun kracht worden gezet. Kunnen shinen op het En dat was best wel lastig dat dat toch wegvalt voor. Heb jij veel gemist aan, behalve dat je online heel veel kon doen, heb je vriendinnen gemist op de theaterschool? Ja, vriendinnen en de, zeg maar, op het podium is toch een iets ander gevoel, want dan heb je wel die kick, weet je wel. Maar alsnog, online was ook heel fijn. Maar ik heb mijn vriendinnen van het EMT zeker heel erg gemist. Heb je ze alweer gezien nu of nog niet? Ja. Wanneer? Nou, met sommige mensen heb ik met 1,5 meter afgesproken. Ja? Dus dat was wel heel gezellig. Ja? Ik heb een hele goede vriendin, die heb ik ook op het EMT ontmoet. Op Peter Pan. En toen waren we samen een tweeling, dus dat was superleuk. Oh. En toen moesten we alles tegelijk zeggen en zo. Is ze toen ook een hele goede best friend geworden? Ja, zeker. Oh, ja, dat is zo mooi. Het zijn echt allemaal hele goede vrienden. Ja, ja, het is ook een hele goede sfeer om vriendschappen te maken. Hè, ja, gewoon een hele blije en vrije sfeer eigenlijk. En wanneer heb jij alweer kinderen gezien, behalve Ja, we hebben eerst een paar weken in het bos les gegeven, zodra dat mocht. Ja.
Ja. Dus dat was heel leuk eigenlijk. Ja. Het was prachtig weer, dus, ja, dus ik kon mij niet blijer maken. Ja, en mijn kids ook en, zo leuk om iedereen weer te zien. Ja, en vanaf afgelopen maandag mochten we weer binnenlessen. Wel heel moeilijk, afstand, allerlei maatregelen. Niet aanraken. Niet zingen. Niet maar, zingen. Ja, toch wel iets en dat is toch wel belangrijk. Je merkt dat waar zitten jullie eigenlijk? In Amsterdam. In Amsterdam. Ja. En waar in Amsterdam? Op de Baarsjesweg. Oh ja. Ja. Oh, wat leuk. Ja. Jij bent ook een Amsterdams kind. Ja, ik woon in Buitenvelder, maar dat is ook dichtbij. Dat is Amsterdam. Ja, dat is Amsterdam. Ja. Maar ja, de voorstellingen zijn natuurlijk allemaal niet doorgegaan. Nee. En we proberen dat nu zoveel mogelijk te filmen, een soort van filmpje van te maken. Ja. En wat is jouw toekomst? Hoe denk jij dat het verder zal gaan? Of wanneer jullie weer iets kunnen? Nou ja, je probeert wel te blijven hopen. Ja, precies. Je moet creatief blijven. En de hele, ja, zoals nu, dan gaan we het filmen of dan gaan we naar buiten. Of, als je erbij neer gaat leggen, want het is zo belangrijk voor die kinderen, gewoon echt. Ja. Ja. En er is altijd wel een goede oplossing, denk precies, ik. Als je maar goed je best doet en goed ernaar zoekt, dan is er altijd wel een Maar jullie zijn weg. Creatief natuurlijk. Daarom, je moet gewoon heel flexibel zijn. Ja. Zippy, stel je nou voor, jij was de minister-president. Ja. En je kon al het geld verdelen. Hm. Wat zou jij met de kunsten doen? Nou, ik zou vooral heel veel daar ook geld aan besteden. En meer dat ook andere kinderen die misschien niet zo snel op theaterles, meer op hockey of voetbal, dat die juist zeg maar een proefles bijvoorbeeld op een theaterschool, dat ze denken, oh, eigenlijk is dat ook superleuk. Eigenlijk vind ik dat misschien nog wel leuker dan voetbal en hockey. Zeker. Ja, en want dat vind ik altijd wel mooi aan wat jij aan theater hebt gehad ook. Ja. Qua taal, toch? Dat jij zo van taal bent gaan houden. Ja, want eerst vond ik lezen dus echt heel stom. Want ik ben dyslectisch en ik kon eigenlijk helemaal niet lezen. En ik vond het stom. Dus ja, ik vond het heel stom. Maar bij theater moet je natuurlijk wel scripts lezen. En toen gingen we Shakespeare lezen. Wow. Dat was natuurlijk wel moeilijk. Dus dat moest ik leren. En daardoor ben ik eigenlijk van lezen gaan houden door theater. En is je dyslexie ook een beetje beter geworden? Ja, nu zit ik op het gymnasium. Dus nee. Daar ben ik eigenlijk heel trots op. En dat komt natuurlijk ook gewoon door Elise en door lezen. Want lezen is natuurlijk wel heel belangrijk. Nou, ik vind dat je ongelooflijk, jij moet minister van cultuur worden ja, en minister-president. Goed, hè? En je moet trouwen met koningin Maxima, dan word je de koning. Ja. Want je bent echt een super, super goede pleitbezorger voor de kunsten. Heerlijk, bedankt. Hè? Kunst is belangrijk in je leven, hè? Ja, eigenlijk wel, denk ik, het belangrijkste in mijn leven. Wat is dan het belangrijkste? Je poes of je moeder? Nee, nou, theater, vrienden, familie. Het geeft je zo'n vrijheid, theater. Echt vrijheid. Alsof je vleugels hebt eigenlijk. Oh, ik verheug me erop dat je groot zal zijn. Dat ik lekker naar de Schouwburg kan en jou heerlijk kan zien. Heerlijk dit. Dit is gewoon mijn werk. Hé, hey, namens hoeveel, want we moeten ook op die teller veel mensen hebben, hè? Ja. Namens hoeveel mensen, Elise, zit jij hier? Nou, wij, op de school hebben we er 225 op het moment. Maar overkoepelend, onze school hoort bij Stage Center. En die maakt ook die kampvakanties, die musicalvakanties. Oh, ja. En dus in totaal zitten we ongeveer rond de 700 kinderen, kan ik mogen uitnodigen. Ja, die mogen erop. Ja, we gewoon 700. Ja, 700, ja. En willen jullie allebei je naam op het bord schrijven? Zeker. Dat jullie hier geweest zijn, dat we jullie nooit meer vergeten? Ja. Ga je gang. En dank je wel en heel veel succes en plezier. Jullie bedankt. Alles. Jullie bedankt, inderdaad. Oké, gaan we naar het bord. Yes. Teken je naam of ben je te dyslectisch om je naam te schrijven? Nee.